luisteraars. Wij gaan verder met het programma en nodigen uit Owen Venlo. Owen, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ivan, morning, luisteraars. Hi. Het is weer zover, hè? Wist u dat? En vandaag woensdag 10 januari. En Ivan, in vorige uitzending hebben we ook bij het Nederlandse deel, het eerste deel, stilgestaan bij de kabinetsformatie. En ik zei toen ook tegen jullie, luisteraars, Ivan, ik val van de ene verbazing in de andere. Hè? Dat bij Suriname komen we straks ook erop. En ik weet echt niet wat er met politici hier, Nederland en Suriname, aan het gebeuren is. Even hier pakken. Ik kijk naar de mensen die de gesprekken voeren. Je zult gehoord hebben, luisteraars, Wilders. Ik zeg altijd Wilders, want de PVV bestaat niet. Er is geen politieke partij PVV. Er is geen rechtspersoon PVV. Er is een natuurlijke persoon Wilders. Die had in zijn beledigingen en zijn onverdraagzaamheid, dat is de veroordeling die hij aan zijn broek heeft van de Hoge Raad, heeft hij allerlei dingen gedaan, wetsvoorstellen ingediend. Zouden het niet halen in de Tweede Kamer, maar hij heeft ze ingediend, die wetsvoorstellen. Heeft hij 2 of 3 van die wetsvoorstellen een van de afgelopen dagen teruggehaald. Maar luisteraars, Ivan, hoe je denkt, verander je niet door 1 of 2 toezeggingen te doen. Ik ga het anders doen. Nee, hij moet anders gaan denken. Maar dat zegt hij niet. Hij doet allerlei window dressing, noemen we dat. Als je er naar kijkt, moet het goed zijn, terwijl het niet goed is. En die andere fractievoorzitters die met Wilders praten, ze zijn nu in Hilversum, ergens in een landhuis, die doen alsof, we zeggen hier in Nederland, ze doen alsof hun neus bloedt. Ze doen alsof er te praten valt met Wilders om Wilders te veranderen. Wilders verandert niet. Dat heeft de rechter klip en klaar gezegd in de veroordeling van Wilders. U zet aan tot onverdraagzaamheid, heeft de rechter gezegd. Geen van de fractievoorzitters, dat komt daarop. Ik denk dat dat een van de tijdbommen is, luisteraars, waarmee deze fractievoorzitters in de Tweede Kamer bezig zijn. En er zijn 2 fractievoorzitters die geen enkele ervaring hebben met besturen van het land. Dat is de fractievoorzitter van BBB, Boer-Burgerbeweging, Caroline van der Plas. En dat is de leider van de VVD, nieuwe leider van de VVD, Dylan Jezelgus. Deze 2 personen hebben geen enkele ervaring wat betreft het besturen van een land. En zeker niet het besturen van een land dat gigantische problemen moet oplossen. Nationaal. En ook moet bijdragen aan oplossingen van gigantische problemen internationaal. En dan zit ik te kijken naar het viertal, Wilders, plus die 3 fractievoorzitters. En dan vraag ik me af, zijn jullie echt, beseffen jullie waarmee jullie bezig zijn? Want, luisteraars, u weet het, ik noem ze nog weer voor de herinnering op.
vijf gigantische problemen bestuurlijk die in Nederland moeten worden opgelost. Afwikkeling Groningen, aardbevingen, gescheurde huizen, niet afgewikkeld al 20 jaar lang niet, nee, langer zelfs. Toeslagenaffaire, mensen onterecht beschuldigen van fraude, waardoor gigantisch veel mensen zijn, hun hele leven vernietigd is, moet worden opgelost. De boerengifstofaffaire. En huisvesting algemeen en huisvesting asielzoekers vluchtelingen. Dat zijn de vijf gigantische problemen die moeten worden opgelost. En eigenlijk wisten we allemaal, gevoelsmatig weet je dat, zo'n opeenstapeling van grote problemen vraagt om een zakelijke aanpak. En we dachten allemaal, mede ook door opmerkingen van Pieter Omtzigt, nieuw sociaal contract, we dachten allemaal een beetje met hem mee in de richting van wat hij zelf noemde een zakenkabinet. En wat zien we nu gebeuren? Men werkt aan een instabiel kabinet met Wilders. Een kabinet waar Wilders aan deelneemt, even nog afgezien hoe, is een instabiel kabinet. Want zowel groepen in Nederland, nationaal, als groepen en landen buiten Nederland, internationaal, zullen zo'n kabinet het liefst zo snel mogelijk torpederen. Om zeep helpen. Dat weten, dat weet eigenlijk iedereen. Als je met de mensen praat, dan hoor je ook van, ja, iedereen zegt, ja, het Wilders, ja, nou, moeilijk, maar nou, we moeten maar kijken. Nee, dat mogen gewone mensen zeggen. Maar politieke leiders behoren te zorgen voor goed bestuur. Moeten regeren is vooruitzien, dus die moeten vooruitzien, vooruitkijken, die politieke leiders. En de dingen die in de richting van crisis gaan, moeten ze niet doen. Of, en of eigenlijk, bestaande crisis moet je niet verergeren. Je moet ze oplossen. Ik noem u die vijf hoofdpijndossiers. En als je dan denkt dat je die vijf hoofdpijndossiers plus nog de problemen die gaandeweg de regering, de nieuwe regering, zich zullen aandienen, als je denkt dat je die kan oplossen en managen met een regering waarin Wilders zit, dan ben je dus echt ziende blind en horende doof. Dus ja, eigenlijk vraag ik me af, luisteraars, wanneer gaat politiek Den Haag de tijdbom Wilders links laten liggen? Een tweede aspect waar ik op wil wijzen, Iwan, luisteraars, dat is wat ik u net noemde. Er is geen PVV, er is dus Wilders. Wilders heeft een paar mensen om zich heen verzameld. Hij bepaalt alles. Hij heeft die mensen ook uitgezocht die om hem heen zijn. En noemt dat de PVV, maar het is onzin. Er zijn geen leden. Wilders is het enige lid. Ik zei u net, regeren is vooruitzien. Als er ineens iets gebeurt met Wilders, hoeft nog niet eens iets ernstigs te zijn. Maar stel je voor, er gebeurt iets dat hij bijvoorbeeld tijdelijk is uitgeschakeld. Dan moet er een opvolger van Wilders zijn plaats innemen. Niemand weet wie dat is, want er is geen politieke partij, PVV, waarin voorzitter, leider, vervanger of organen zijn, een congres, een ledenraad, een partijraad, die heb je niet bij de PVV. Het moment waarop er iets gebeurt met
iemand in de PVV, een belangrijke persoon, Wilders, of een andere persoon in de PVV, is het Wilders die beslist hoe nu verder. Als er één ding is wat je niet kan gebruiken in een regering, dan is het wel dit soort ontwikkelingen die zich ineens kunnen voordoen. We zijn mensen van de dag. Vandaag ben je er, morgen ben je er niet meer. En dan moeten de zaken zo geregeld zijn, en dat geldt voor alle politieke partijen, dat dan de opvolger snel, volgens bepaalde regels, wordt gepresenteerd. Bij Wilders is dat niet het geval. Het eerste voorbeeld hebben we al direct gehad toen hij een verkenner moest aanwijzen. Komt hij aanzetten met Plasterk, ook een onbetrouwbare figuur, oud-PvdA-minister. Dus kortom, de fractievoorzitters in de Tweede Kamer die nou in Hilversum zitten met Wilders, die koersen af op een complete ramp voor Nederland. En ik ben benieuwd, luisteraars, ik ben benieuwd wanneer ze dat gaan doorhebben en wanneer ze de stekker eruit trekken uit de gesprekken met Wilders. Er was al een moment waarop ze dat hadden behoren te doen. Namelijk toen ze aan Wilders vroegen in de Tweede Kamer, in het Tweede Kamerdebat. Neem je afstand van die beledigende uitspraken die je gedaan hebt in het verleden. Waarop Wilders zei nee. Op dat moment hadden de drie andere fractievoorzitters moeten zeggen. Dan is nu de gesprekken met jou voorbij. Want dat pikken we niet. Want in Nederland en in de wereld gaat men Wilders houden aan zijn beledigende uitspraken uit het verleden. Alle dingen zijn geregistreerd, vastgelegd. Dus van kop voor de tax, ook zo'n denigrerende uitdrukking, ja, om moslimmensen met een hoofddoek te beledigen. Tot en met verbod van islam. Al die dingen zoals Wilders denkt. Je verandert niet zoals hij denkt door één of twee papieren in te trekken. En dat hoef ik de fractievoorzitters niet uit te leggen. En als zij doen alsof dat wel het geval is, een paar dingen intrekken, dan ben je veranderd van denken. Dan zeg ik, sorry, mijn vader zou hebben gezegd, de houding van deze andere fractievoorzitters en het overleg met Wilders is een vorm van aan onnozelheid grenzende naïviteit. Dat zou mijn vader gezegd hebben. Ik vergeet het nooit. Maar goed, we zullen zien. De komende week, twee weken, moet dat blijken. En we zullen zien of ze die tijdbom Wilders gaan meenemen verder om een regering te vormen. Dat is politieke zelfmoord voor die regering. We zullen het zien. Nou, Iwan, even over naar ons geliefd Suriname. Waarvan ik u net zei, ik weet ook niet waar blijft het verstand van een heleboel politieke leiders. Ik heb vaker in mijn column aangegeven, Suriname, land en volk van de gemiste kansen. Vanaf de onafhankelijkheid heeft men in Suriname de politieke leiders, de bevolking wil ik niet kwalijk nemen. Een bevolking moet geleid en begeleid worden door de eerste plaats de politieke leiders. De leiders van het land, regeringsleiders, staatshoofd, de president. Vanaf de onafhankelijkheid, luisteraars, is dat in Suriname niet het geval. Ik noem het nog een keer. In 1975 kom je overeen, artikel 5 lid 2 van de overeenkomst, onafhankelijkheidsovereenkomst van 1975, het heet officieel toescheidingsovereenkomst, omdat nationaliteiten moesten worden toegescheiden.
Wie bleef Nederlander? Wie worden Surinamers? Daarom heet het toescheidingsovereenkomst. Artikel 5 lid 2 zegt dat er diaspora-beleid moet komen. Wij, Surinamers in Nederland, te alle tijden onvoorwaardelijk naar Suriname moeten kunnen. Dus zonder visum. Visum is er toch gekomen. 2. Als we in Suriname zijn, gelijke behandeling als de Surinamers daar. Is ook nooit uitgewerkt. Deze twee dingen, dat is diaspora-beleid. Marokkanen hebben het uitgewerkt. Die hadden geen enkele overeenkomst. De Turken hebben het uitgewerkt. Hadden ook geen enkele overeenkomst met het voormalige koloniale land. India heeft dat. Het land wat het geweldigst heeft, diaspora-beleid, is Israël. Als je moeder Joods is, ben jij Joods, heb je rechten en plichten in Israël. Dat is allemaal vastgelegd in het diaspora-beleid van Israël. Naar Suriname. Suriname heeft het afgesproken, diaspora-beleid, vastgelegd, diaspora-beleid, en het niet uitgevoerd. Dat is nou de kern van het probleem Suriname. Daarom mijn kwalificatie, Suriname, land en volk van de gemiste kansen. Totaal Suriname, 1 miljoen mensen, binnen en buitenland Suriname. Suriname gebruikt maar een half miljoen ruim, namelijk de Surinamers in Suriname. En laat de andere half miljoen, Surinamers in het buitenland, gewoon buiten schot. Buiten spel, buiten beleid en zelfs letterlijk, in voetbaltermen, buiten spel. En nu is Suriname een van de armste landen. Dan kom ik op de actualiteit. We hebben het allemaal gehoord. Eerste termijn, 8 december moorden. Tweede termijn, beroep. Derde termijn, hoger beroep. Vonden ze bevestigd. 20 jaar voor Boutersen. 15 jaar voor de 4 anderen. Per persoon. Toen kwam de fase van, gaat er wel of geen gratie worden verleend? Luisteraars, ik heb u vaker gezegd, niet alleen wat gratie betreft nu, omdat dat nu speelt, maar ook eerder, president Santokki van Suriname, die valt tegen in een heleboel opzichten vanaf het begin. Waarom? Omdat president Santokki geen beleid ontwikkelt. Dat beleid maak je samen met de mensen in je land, de groepen, mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, etnische groepen, werkgevers, werknemers, allemaal organisaties van die mensen. Daarmee maak je je beleid. Geldt voor jongerenbeleid, ouderenbeleid, onderwijsbeleid, arbeidsmarktbeleid, volksgezondheidsbeleid. Altijd beleid, 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 beleid. U weet het, ik heb het vaak genoemd. Dan komen we nou bij gratie. Hij heeft ook geen gratiebeleid ontwikkeld. Dus als je geen beleid ontwikkeld hebt en er doet zich iets voor, dan moet je ineens vlug, zouden we doen, laten we dat doen, of laten we dat doen, of laten we dat doen. Nee! Je moet van tevoren met de mensen dat beleid maken. Als Santokki gratiebeleid had gemaakt van tevoren, dan had hij dat beleid aan de samenleving al lang bekendgemaakt. Iedereen zou het kunnen lezen uit een beleidsplan. Dan wisten we nu wat het beleid is, wat de koers is. Ik heb in mijn discussies, ook in deze column, over gratiebeleid een paar dingen gezegd. Ik heb gezegd, gratiebeleid moet eigenlijk zijn vanuit liefde voor elkaar in dat land, rust en vrede, verzoening. Want we willen welvaart en welzijn, maar dat krijg je alleen als je rust en vrede in het land hebt. En verzoening. Want, heb ik steeds gezegd, je moet als politieke leider durven om die vicieuze
cirkel van wraak en haat te doorbreken. Doen ze niet in Rusland, Oekraïne. Doen ze niet in Afrika. Doen ze niet in het Midden-Oosten. Doen ze niet in, ook in het Midden-Oosten, u zult het wel gehoord hebben, luisteraars. De scheepvaart moet door de Rode Zee, Suezkanaal. De Houthis, gesteund door Iran, blokkeren die scheepvaart. Een heleboel schepen worden aangevallen. Grote schepen met containerschepen en noem maar op. Dus kortom, overal haat en wraak en overal zie je dat hele samenlevingen, hele volkeren vernietigd worden. Elkaar vernietigen. In Suriname is een vlammetje aan het branden. De regio van Suriname. Venezuela begint oorlogstaal uit te slaan tegenover Guyana. Vanwege de rijkdommen die op Guyanees gebied zijn, waarvan Venezuela zegt, het is mijn gebied. Daar beginnen we al. Als dit zo doorgaat, ontploft de hele boel in Suriname, in de regio van Suriname. Venezuela, daar zit een man, ook een dictator, die gewoon doet wat hij wil. Maduro. Meer dan 6 miljoen mensen zijn al gevlucht uit Venezuela naar het buitenland. Daar eten mensen uit vuilnisbakken in Venezuela. En nou begint meneer Maduro met militaire taal en wil Guyana bezetten. Voor je het weet is Suriname ook betrokken in de ellende. En voor je het weet, luisteraars, hebben we diezelfde haat en wraak situatie die het Midden-Oosten heeft aan het vernietigen is. Heeft vernietigd. Dus we moeten er vanaf. Daarom heb ik terug naar gratiebeleid gezegd. Als je zegt, wij willen rust en vrede en verzoening, dan had je dat in je beleid al lang moeten incorporeren, dus bij betrekken, in een beleidsplan vastleggen. En dan hadden we allemaal nu een discussie gehad, wel of geen gratie verlenen. En de grootste fout die gemaakt is door de verdediging van deze veroordeelden, door de advocaat Kanhai in Suriname, is, hij heeft geen gratieverzoek ingediend. Binnen 8 dagen schijnt in Suriname de termijn te zijn, 8 dagen. Binnen 8 dagen gratieverzoeken heeft hij niet gedaan. En toen vroeg een journalist aan meneer Kanhai, maar waarom heb je dat niet gedaan? En toen zei meneer Kanhai, want de president had gezegd, de vonnissen worden uitgevoerd. Ik heb het ook gehoord. Dat vond ik ook niet verstandig van de president. Want als nog gratie mogelijk is, dan is het niet verstandig om te zeggen, maar de vonnissen worden uitgevoerd. Zoals de president het gezegd heeft, kan ik me voorstellen dat Kanhai denkt van, ja, heeft het dan nog wel zin om een gratieverzoek in te dienen? Maar Kanhai is een professionele advocaat. En iedere professionele advocaat weet, niet geschoten is altijd mis, dus altijd een gratieverzoek indienen. En ook komt het, met de motieven waarom je vindt dat er gratie moet worden verleend. Dus niet uitvoeren van de straffen. Dan dwing je de president om naar aanleiding van dat gemotiveerde gratieverzoek op al die motieven in te gaan. Als je zo'n verzoek indient bij die motieven, dan moet de president op die motieven ingaan. Dan krijg je een discussie over al die motieven in die samenleving, met alle groepen in de samenleving, heb ik de president ook in een app, heb ik de president ook geadviseerd. En de belangrijkste groep waarmee je dat moet overleggen, zijn de nabestaanden. Je moet de nabestaanden je beleid uitleggen, je gratiebeleid. Maar ja, zoals ik u net zei, president Satoki heeft geen gratiebeleid. Ik heb er nooit over gehoord, ik heb het nooit gezien. Een beleidsplan, gratiebeleid, heb ik nooit gezien.
Dus kortom, als problemen ontstaan en je hebt geen beleid vastgelegd, op papier gezet, doet het van Suriname staat ook. Een strafproces, als dat eenmaal begonnen is, mag je daar niet door kruisen, mag je daar niet tussenkomen. Dat staat ook in de Surinaamse grondwet. 131 of zo, dacht ik. Dus kortom, de amnestiewet bestaat al lang niet meer. En als je dus bezwaren ertegen hebt, zoals die vijf advocaten, dan had je die bezwaren toch in een van die drie termijnen, had je die toch aan de orde kunnen stellen bij de rechter. Okay. Dan had de rechter dat meegenomen. Maar goed. Dus kortom, Iwan, luisteraars. Ik maak me zorgen. Ik hoop toch tenslotte dat president Santokki alsnog, want ik denk wat altijd kan, ambtshalve, dus uit zichzelf, kan de president zeggen, ik overweeg gratie, maar ik ben bang dat hij dat niet gaat zeggen, want hij heeft niet nagedacht over het beleid. En tenslotte mijn zorg. Suriname zit in een moeilijke crisissituatie. En kan geen enkele jugo-jugo hebben. Als president Santokki het hart tegen hart wil spelen, neemt hij een gigantisch risico. Ik zou hem dat ontraden. Ik blijf een beroep doen op de president van Suriname. Om verzoening op de eerste plaats te zetten en met de nabestaanden en andere groepen te gaan praten hoe we dit land en dit volk naar welvaart en welzijn kunnen leiden. En dat kan alleen met rust en vrede in het land. De NDP is per slot van rekening de tweede grootste partij. En tenslotte een uitsmijter, wat me van het hart moet, en dat weet de president ook. Ik blijf van mening dat deze moeilijke situatie door Nederland is gecreëerd en door Nederland wordt onderhouden. Nederland heeft het dossier, Suriname dossier, geheim gehouden nog 60 jaar, tot ja. 2060. En daardoor precies oorzaken en gevolgen niet kunnen worden achterhaald. Dus ik wens dat ook hier veel wijsheid toe. En laten we hopen dat Suriname onlusten bespaard blijft de komende weken en maanden. Dat was mijn column vandaag. Oké, Owen, bedankt. Abu Iwan, graag gedaan. Brasa voor de luisteraars. Ja hoor. Oké. Okay.